Dit keer wil ik aan jullie laten zien hoe je kunt aquarellen in je bullet journal. Ik ga daarop mijn test doen, zonder ondergrond en met 5 verschillende ondergronden. Waarvan 3 verschillende soorten gesso en 2 echte watercolor grounds. Ik ga deze test uitvoeren in mijn bullet journal van Paper Blanks. Ik begin met een gewone gesso ondergrond. En straks ga ik een super heavy gesso ondergrond doen. Het verschil tussen deze twee is dat deze eerste wat transparanter oogt en de tweede is meer dekkender. Zoals je hier kunt zien is de super heavy gesso ook een stuk compacter, minder vloeibaar dan de gewone gesso. En de derde soort gesso is een transparante gesso. En deze is zeg maar net zo vloeibaar als de gewone gesso. Nu komen de 2 watercolor grounds aan bod. Dat zijn eigenlijk ondergronden die speciaal zijn gemaakt voor ondergrond om te aquarellen. Ze zijn allebei van Daniel Smith en ik begin hier dus met de transparante variant en ik zal zo de witte variant opbrengen. Deze witte variant is iets compacter ook weer van structuur en lijkt wat meer op de heavy gesso. Hier even alles bij elkaar voordat we beginnen. De blanco, witte gesso, transparante gesso en transparante watercolor ground zijn allemaal doorzichtig. En de heavy gesso en witte watercolor ground zijn beide dekkend. En dan gaan we beginnen met de kleur aanbrengen. Ik ga eerst zorgen dat ik voldoende verf heb om de tekeningen te maken. Ik begin hier eerst eventjes met een grove schets, waarna ik vervolgens dus de veren ga aquarellen. Ik breng eerst een laag op voor deze veer. Daarna ga ik een veer maken waarbij ik dus probeer het in elkaar te laten overvloeien. Dus een wat waterige ondergrond. En als derde ga ik nog even een paar details aanbrengen op die eerste veer. En dat doe ik straks met alle 5e andere soorten ook. Wat me aan deze blanke opvalt is dat het papier heel snel bolt en dat de kleuren niet mooi in elkaar overvloeien. Dus als je het hiervoor wil gebruiken zonder ondergrond, krijg je meer een soort schilderseffect dan een aquareleffect. Bij deze normale gesso gaat het al een stuk beter. De kleuren vloeien meer in elkaar over en ook lijkt het of ik meer tijd heb om nog de kleur te bewerken. En wat voor de normale witte gesso geldt, geldt ook voor deze super heavy gesso. Kleuren vloeien mooi in elkaar over. Je hebt ook meer tijd om nog je verf te bewerken. Het enige verschil tussen de normale en deze heavy gesso is dus dat de heavy gesso eigenlijk bijna dekkend is en de normale gesso semi-transparant. Dan de transparante gesso. De kleuren lopen heel mooi in elkaar over en de verf is ook heel goed te bewerken nog. En ik ben eigenlijk wel heel tevreden met deze ondergrond. Dan de transparante watercolor ground.
Deze oogt iets minder geel als je hem op het papier brengt. Maar wat me wel opvalt, is dat je, zie je hier misschien ook, is dat het heel veel strepen achterlaat. Je ziet eigenlijk de strepen van de opgebrachte ondergrond zie je door je aquarel heen. En daarnaast lijkt het ook net als dat opgedroogd is de watercolor crown of er een soort lijmlaag op ligt. En dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. In tegenstelling tot de transparante watercolor crown ben ik meer tevreden over deze witte watercolor crown. En deze gedraagt zich eigenlijk net zoals de witte gesso en de super heavy witte gesso. En om het papier nog meer te belasten heb ik een achtergrond aangebracht, dus een goede laag water. En daarbij wat kleuren erin gebracht om te kijken hoe het papier reageert. De eerste twee die staan op de film en bij die andere was ik dus blijkbaar vergeten het aanknopje aan te zetten. Het eindresultaat. Alle drie de gesso's en de witte watercolor crown zijn geschikt als ondergrond om op te aquarellen. De transparante watercolor crown en de blanco zijn wat minder geschikt als ondergrond. En ja, het is net wat je voorkeur heeft. Een wittige, doorzichtige achtergrond, een dekkende witte achtergrond, een transparante achtergrond. Het is net wat je zelf wil. Hier heb ik de bolling van het papier proberen te filmen. Hoe je het ook wendt of keert, bij elke ondergrond of geen ondergrond gaat het papier bollen. En als je wil gaan aquarellen op blanco bullet journal papier, dat is mogelijk. Alleen dan moet je meer een schilder effect verwachten dan een aquarel effect. En als je echt zo'n aquarel effect wil, waarbij je dus langer je kleuren kan bewerken en in elkaar overvloeien, dan zou ik dus een gesso ondergrond gaan gebruiken.